Langs de popelen, dus onze fietser volgen met de lopen en dan komt het allemaal goed. Ik ga aftellen van 3, 2, 1 en dan starten en dan mogen we pas vertrekken. 3, 2, 1, go! Niet te snel vertrekken, want het is toch wel een heel stukje lopen. Precies. Ik ga het niet meer doen. Ik ga het niet meer doen. Ik ga het niet meer doen.
Ben maakt zich melden aan de wisselzone. Ja, ik weet het. Op plaats 6 in Roger 1.
Dat is de bedoeling van de opzet. Dus mag ik jullie allemaal vragen, is geworden met het nummer 252, Dries Kanaerts. Tweede is geworden en eerste meisje, Laura Maas. Geertje, we zetten ze allemaal voor het podium, jongen. Geert, we zetten ze allemaal voor het podium. Het is just for fun en allemaal op gelijke hoogte. Met het nummer 271 en op een derde plaats, Wart Vlogels. Vierde plaats is geworden weer van dat KTT-team, Thibaut Kanaerts. Dan zitten we al aan plaats 5 met nummer 262, is dat geworden Lars Paashuizen. Op plaats 6. En dan hebben we een daginschrijving van Matthijsens Lander. Op plaats 7 met nummer 255, Louis Freyre. Op plaats 8 is geworden Jonas Pauwels. Op plaats 9 hebben we Lars Janssens. Heel veel supporters bij de Lars. Op plaats 10 hebben we dan Jenne Huismans. Op plaats 11 is geworden Toon Lemmens. Van onze Geelse triatleten op plaats 12, Hanana Janna. En ik denk tweede meisje, denk ik. Ik zie er toch nog maar eentje staan, dus. Op plaats 13 is geworden Van Broekhoven Isabo. En ons derde meisje. Zitten we al aan plaats 14 en dan hebben we Aarts Ruwe. Op plaats
15, Van Looy Matthijs. Plaats 16 dan is voor Komen Pauwels. Plaats 17 hebben we Seppe Goossens. Plaats 18, Bram Lemmens. Op 19 hebben we dan Timo Wallon. Op 20, Siebe Bos. Op 21, Robbe Vermeire. En op 22, en dan wil ik iedereen de handen op elkaar, want meer is belangrijker dan winnen, voor Luna van Genechten. Voilà, een podium vol met allemaal toekomstige crossduatleten, hoop ik. Heel veel heb ik al.